In 2 weken tijd zijn al zeker 9 Nederlandse zendmasten in brand gevlogen. Sommige zijn aangestoken. Er lijkt een verband te zijn met de onrust over de introductie van het 5G-netwerk. Onrust die deels wordt gevoed door complottheorieën die een verband leggen tussen het 5G-netwerk en de uitbraak van het coronavirus. Maar dat verband is er niet. Dat staat onomstotelijk vast. Maar toch zijn er zorgen over de straling die van 5G-zendmasten komt. En hoe dat zit, leggen we in deze video uit. Het heeft even geduurd, maar eind dit jaar hebben we eindelijk dat werkende 5G-netwerk in Nederland. Maar voor het netwerk hebben we wel 5000 extra zendmasten gebouwd en in totaal zijn het er dan 50.000. Van al die zendmasten komt natuurlijk straling en de grote vraag is natuurlijk, kan dat kwaad? Maar voor we die vraag beantwoorden, moeten we eerst duidelijk hebben hoe straling werkt. Want we worden continu omringd door straling. Grofweg zijn er 2 soorten. De eerste is ioniserende straling. Die is gevaarlijk en daar mag je niet te lang aan blootgesteld worden. Denk aan röntgenstraling bijvoorbeeld. Medisch personeel draagt daarom een loodschort om zich te beschermen. Tegen UV-straling beschermen we onszelf ook door ons in te smeren als we in de zon gaan liggen. En ook van nucleaire straling weten we dat het aantoonbaar schadelijk kan zijn voor onze gezondheid. Dan is er nog die niet-ioniserende straling. Elektromagnetische golven die ook wel radiogolven worden genoemd. Die is uitgezonden met een relatief laag vermogen, niet krachtig genoeg om aantoonbaar schade aan te richten bij mensen. Daar horen radiogolven bij met een lage frequentie, zoals die van onze ouderwetse FM-radio. Maar ook de hogere frequentie radiogolven van 3G, 4G en nu dus ook 5G. En toch zijn er gezondheidszorgen nu het 5G-netwerk echt wordt gebouwd. En ja, die hebben we eerder ook al eens gezien, namelijk bij de komst van 3G en 4G. Maar is dat terecht? Want veel van de frequenties die straks worden gebruikt voor 5G, die gebruiken we nu ook al. De belangrijke 3,5 gigahertz frequentie bijvoorbeeld. Die wordt gebruikt voor satellietcommunicatie en door de veiligheidsdiensten om dataverkeer af te luisteren. Er is natuurlijk wel een verschil tussen 1 afluisterstation of miljoenen Nederlanders die bellen en internetten. Want wat als we nou met z'n allen 5G intensiever gaan gebruiken en er komen meer masten bij? Kan dat kwaad? Het antwoord op die vraag is nee. Ja, nee, dat zeg ik niet. Nee, dat zeggen het RIVM, het Agentschap Telecom en heel veel wetenschappers. Zij zeggen dat het niet is aangetoond dat de straling schadelijk is voor onze gezondheid. Dan moet hij wel onder een bepaalde norm blijven en juist dat wordt gecontroleerd. Dat gebeurt nu, maar ook straks als we dus veel meer 5G gaan gebruiken. Want wat nou precies het effect is van dat intensievere gebruik van 5G, ja, dat is dus nog onbekend. Wetenschappers en overheidsdiensten gaan daarom een vinger aan de pols houden hoe het precies verder gaat met straling en 5G.